zo, alleen bedoel, er staan fans tussen ons en, ja, en vaste klantjes, maar... Ja, daar zijn we nou dus allemaal trots op. Kinder? Kinder? Zie, dus wie dat er in het midden staat. Gastkleintje van ons, hè? Ja. Oh, absoluut, hè? Ja, dat is de vriendjes. Hier, de Laurent. De Laurent met zijn eerste knuffeltje. Is er komen slechte zien, die wil hem niks anders niet meer. Maar betalen, dat is er niet bij. En een snoeper dat dat is. Oh. Proeven? Iemand de proefjes? Dat is veel zin, dat is nog het is warm, hè? Het is warm, hè? Dat is nog warm. Kom maar. Maar ik had beter toch dat zo eten, hè? Het is warm, hè? Zo op die heeft horentjes. Een beetje zout, nooit te veel zout. Tussen de tanden, voorzichtig, hè? Zeker niet bij jonge kinderen. Nooit overdrijven, hè? Niet te veel zout in mannetje. Verser kunnen ze niet hebben, in dames en heren. Dames en heren, er aan het bijkomen, zeker de jongeren tussen ons. Dit zijn, om duidelijk te zijn, dit zijn uitgeknuffelde knuffels. Hè. Dat zijn knuffels die wij vinden in oude zakken. In, allee, bedoel, soms gaan wij rond hè, en dan zien we er een grijze zak staan op straat. Ja, oh, die vindt, dat breekt ons hart. Dat breekt ons hart. Dat doet ze hier. Want mensen zeggen soms, dat is vreemd, dat is niet vreemd. Dat is een foutje. Je moet je voorstellen, je hebt zo'n zak, dat ligt daar in het donker. Dat zit daar te stinken in het vocht. Nee, wij pakken dat eruit, wij geven dat terug een nieuw leven. En als dat uitje levend is, dan is het. Dat is gewoon een mannetje. Drie principes, en Yvette. Drie principes, dames en heren. Dames en heren. Dat is genoeg zeggen, hè. Drie principes. Eerst en vooral hygiëne manier, je ziet dat. Altijd proper en netjes zijn, hè. Proper manier. Bij ons nog nooit een voedselvergift gehad, hè. Dat gebeurt niet bij ons. Tweede principe, een heel scherp. Mis. Zeer echt waar. Er zorgt onze Marcel voor, hè? Dames en heren, voor alle zekerheid, het derde principe, dat is... Liefde. Zachtheid en liefde. Zin, rust. Wat zou het zijn? Waarom de politie gaat om? Liefde, dames en heren, en rust. Zo belangrijk. Elkaar graag zien, hè? Dat beestje dat voelt dat, hè? Dat is normaal, hè? Ja, zeker. Ik kan daar alles mee doen, hè? Wie hebben hier? Zet jij de volgende, manneke? Ja. Hè? Zie, hij is content, hè? Hij is uitgeknuffeld. Dat is pertijnk, ja. Dat ziet er nog niet, want hij heeft ook jaren ergens op een zolder gelegen. Heel ongelukkig. En dan komt hij bij ons. Ons elke ochtend om 6 uur gaan wij alle kooitjes langs er tegen te babbelen en een liedje te zingen en zo. Altijd bezig. Zij zingt ik dan soms of hoe dan soms? Daar eten we ook alles van op, hè. Je ziet zelfs dames en heren omgedraaid en lacht nog steeds. Hè. En dat je als je denkt of als je nog maar voelt dat er minder lacht, opzij. Opzij? Dat is gedaan. Ja. Of dan laat hem nog een paar maanden liggen, hè. Sterven, hè? Voilà, c'est. Dames en heren, alles wordt gebruikt, hè? Wij gooien niks weg. Tenzij dat blauw van kleur is, of dat korreltjes zijn, voor de heren, hè? Dan is dat al weg, hè?